Zelf ontdekte ik een vreemd dier met mijn wildcamera die ik in de voortuin had geplaatst aan de Vennekerhei. Uitwerpselen had ik ook wel gezien, maar ik dacht dat die van de egel waren. De steenmarter, 8 tot 10 centimeter lang, 1 centimeter dik, zwart, worstvormig, vaak gedraaid en uitlopend in een punt, duidelijk een steenmarter. Dan denk je, dat is bijzonder, weer eens iets anders dan egels. Maar pas op, het grootste gevaar vormen steenmarters voor je auto. Ze knagen graag aan rubber, de kabels, de isolatie. Bij kennissen in Veldhoven zaten ze ook overdag onder de auto. En bij mijn zwager Bert in Warnsveld hadden ze zijn nieuwe auto ook onder handen genomen. Nu zijn steenmarters beschermde dieren die je eigenlijk alleen kan verjagen. Of je moet ervoor zorgen dat ze je auto niet te grazen nemen. Op internet worden er genoeg mogelijkheden aangeboden om ze te verjagen. Anti-marterroosters, een marterverjager met geluid, geurverspreiders, wc-blokjes, ammoniak, kijk maar op internet. Zelf heb ik deze marterverjager laten inbouwen. Hij produceert luide, pulserende, ultrasone geluiden die niet hoorbaar zijn voor mensen. Marters ervaren deze geluiden als onplezierig en proberen deze te vermijden. En helpt dat? Ja hoor, kijk maar. Hij gaat niet naar mijn auto, hij gaat er vandoor.